En geheel onverwacht verloor Maarten van Rossum zijn zus Sis. Opvangen. Maar niet zoveel. Dus, geldt het voor de zomer? Het geldt voor de zomerperiode. Ja, voor de zomerperiode. Voor de langere termijn kunnen we ook verder opschalen als het nodig is. Maar voor deze korte termijn van de zomer, dat is over 4-5 weken. New York, dus één grote. Daar gaat niet vanaf Groningen, denk ik. Nee, zou ik ga vanaf Groningen reis gaan, vermoed ik. Ja. Ik weet er helemaal niet heen gaan. Vlieg naar Detroit, dat is hartstikke rustig, er wil niemand heen. Eerst wil door de beveiliging op Schiphol. Maar wat helemaal niet aan de orde wordt gesteld, is het zonderlinge probleem dat Schiphol in een betrekkelijk excentrisch en klein Europees land de drukste luchthaven van Europa blijkt als je naar de cijfers kijkt. In de afgelopen weken ook drukker dan Frankfurt en dan Parijs. En dat is gewoon georganiseerd. Dat hebben wij gewild dat het zo was. Dan moet je ook zorgen dat het in orde is. Het is te vergelijken met het feit dat Nederland een piepklein land de tweede voedselexporteur ter wereld is. Dat hoeft helemaal niet. Het is een overstap. Dat is helemaal niet nodig. Ook Schiphol heeft keihard gewerkt om in feite zo druk te worden als het nu is. Ja, daarvan dat vonden ze ook aan voor corona. Ja. Maar kijk, de Nederlandse staat die heeft deze week besloten om voor 220 miljoen aan aandelen Air France KLM te kopen. Omdat ze ook dat netwerk op Schiphol wil houden. Ja, het is natuurlijk wel een beetje jammer als je internationale reputatie dan vervolgens naar al dat belastinggeld te grabbel wordt gegooid. En er is ook al een paar miljard geïnvesteerd tijdens corona. Dat is ook nog niet allemaal. Ja, maar dat zijn de leningen die worden terugbetaald nu. Ja, maar het is een lening. Ja, de eerste die trouwens is terugbetaald. Er is een rapport verschenen over dat het hele idee dat er enorm aan Schiphol verdiend wordt en dat het enorme uitstralingseffecten zou hebben, dat dat enorm meevalt. Dus je kunt je ook afvragen, is dat sturen op die reuze luchthaven in Nederland nou wel zo verstandig? Goed, nou, dat is aan het kabinet. Straks, u hoorde hem al even, Maarten van Rossum, over het overlijden van zijn geliefde zus Sis. Zaterdag kunt u de Van Rossums nog één keer zien, samen, in een nieuwe en tevens dus laatste aflevering. En wat jullie hier zien, dat zijn een zogenaamde schandstenen. Dat was een manier om mensen te straffen en dan met name om ze te vernederen. Ik zou dus de hele dag met die stenen moeten lopen, want scheldende vrouwen kregen een dergelijke straf opgelegd. Zo. Dus ik zou de hele dag hier de Zierikzee moeten lopen met die dingen op mijn nek. Ja, en in de auto ook moeten zitten. Ook in de auto. Maar eerst 2000 politici, grote namen uit het bedrijfsleven, internationale organisaties, academici. De rijke en machtige der aarde togen deze week weer naar Davos, dorpje in Zwitserland. En we hebben het gehad over hoe we ervoor kunnen zorgen dat er minder plastic in het milieu komt. En zij hebben heel duidelijk aangegeven. Nee, maar toch, mevrouw, daar hoef je toch niet voor naar Davos? Nou, sorry, wat heel. We praten hier al 10 jaar, of als het geen 15 jaar is, hoe er minder plastic in het milieu komt. Maar u zou schrikken als u hoort hoe ver, of tenminste, dat is heel positief, hoe ver wij voorliggen in Nederland. Ja. Maar hoe weinig informatie nog bekend is in het buitenland. Maar, want u vindt statiegeld volstrekt normaal. Nou, ik sprak met mijn collega uit Ecuador. Daar hebben ze het vorige maand, geloof ik, ingevoerd voor het eerst. Wij waren er ook rijkelijk laat mee met die plastic flesjes, hè. Dat had zeker 10 jaar eerder kunnen gebeuren. Ja. Maar Ali, jij zei net, het heeft wel degelijk zin. Ik had een heel leuk stukje over Davos. En die zei, kijk, de betekenis wordt schromelijk overschat. Vroeger had je dat gelul over de Bilderberg-conferentie, idem dito. Ja, ook die besloten en geheim. Dure kroket, heb ik wel eens gezegd. En weinig invloed op het wereldgebeuren natuurlijk. Ik denk dat dit wel ietsje beter is. En de Economist zei dus nogmaals, het wordt overschat. Iedereen denkt dat het ontzettend belangrijk is. Maar je kunt er best nuttige contacten leggen. Dat kan ik. Dat is misschien wat jij wil zeggen. Want een hele goede samenvatting is. Ja. Want ten eerste is het dus helemaal niet besloten. Want er zijn hij dus wordt nu al betaald door ze. Ja, ik word betaald. Ja. En dat ligt dus nu voor de recht. En wie is de baas van de Nederlandse Bank? Op papier Klaas Knot. Maar eigenlijk ligt die structuur iets ingewikkeld. Nou, ik Klaas zou zeggen Sigrid Kaag misschien. De minister van Financiën. Nee, zo zit dat niet. Ja, die heeft de directeur van de Nederlandse de president van de Nederlandse Bank valt direct onder de minister van Financiën. Afspraak is dat de politiek zich in zeer beperkte mate bemoeit met het bankaire beleid. En met de politiek schrijft volgens mij de wetgeving op basis waarvan de Nederlandse Bank moet controleren of iets wordt witgewassen of niet. Het is niet zo dat Kaag voortdurend de directeur van de Nederlandse Bank kan bellen en zegt, Knot, dat moet nou helemaal de andere kant op, want zo gaat het niet. Zo zit het juist helemaal niet in elkaar. Het is juist zo geregeld dat nationale banken en tenslotte ook de Europese Bank een zelfstandige financiële rol kan spelen.
Het zou een toestand zijn, denk aan Turkije. Daar kun je je schoonzoon benoemen tot minister van Financiën. Maar dat is niet wat ik zeg. Ik zeg alleen maar dat als de klacht is dat de regelgeving niet up-to-date is in deze tijd... De regelgeving is dus wel up-to-date. Ja, maar jullie willen andere technieken gebruiken. Ja, en dat moet je dan toch vastleggen in de wet? De wet is eigenlijk heel erg goed opgeschreven in dit geval. Want die is open opgeschreven met een inspanningsverplichting. Alleen hoe de DNB hem leest, is het anders. Ja. En overigens is het zo dat Klaas Knot overwegend over monetair beleid gaat. Ja. En niet over toezicht. Maar het wordt te technisch. Maar ik wilde Maarten, Maarten vragen of er eigenlijk een moment aan te wijzen is in de geschiedenis. Want Jeroen zei net al terecht, ze zijn daar al jaren met elkaar aan het praten. Wat echt daadwerkelijk een verschil heeft gemaakt. Je bedoelt in Davos? Ja, een moment in de geschiedenis waarvan je denkt van nou, dat heeft daar nou echt... Dat gaat niet via Davos. Daar kun je dus die nuttige contacten leggen. Dat hebben we nu allemaal in principe gehoord. Maar laten we zeggen, de aanval op de Oekraïne... het ineenstorten van het bankaire verkeer in 2007, 2008... dat zijn immense internationale gebeurtenissen... waarvan je ook niet kan zeggen, het is de schuld van Henry Kissinger hem, bijvoorbeeld? Dat kun je niet zeggen. En dan moet het systeem, moet dat soms goed en soms slecht... moet het systeem die problemen oplossen. Ja. Nou ja, maar op zo'n conferentie, dat nogmaals, daar moet je nou echt... goed als het gesprek van Willy Bord Frequin met Prins Bernhard... geniets te betekenen had, terwijl jullie het kennelijk verrekte deftig vonden. Nee, we vonden niet deftig, Ook deze dingen hebben een heel beperkte impact... Het kan hoogstens nuttig zijn omdat hij daar iemand ontmoet. Nou, ik... Maar een wereld, laten we zeggen, de wijze waarop de wereldeconomie functioneert of in elkaar zit, wordt daar niet. Nee. Maar Ali zei het al, er werd ook door heel veel mensen met bewondering gekeken naar Henry Kissinger, die daar toch een ander beeld of een andere blik wierp op de oorlog in Oekraïne. In een toespraak, hij was 98, hij werd geloof ik op dat moment 99. Ja, we hebben dus in de zaal nog even happy birthday met z'n allen aan hem gewenst. Nou, dat zijn toch wel unieke momenten in die ons leven. Ik durf niks meer over die Oekraïne te zeggen hier aan tafel. Dat lijkt me heel verstandig, Michael. Dat lijkt me heel verstandig. Dat kun je zeker wel begrijpen, maar wat hij zei was heel realistisch. Zullen we er even naar kijken? Oké. The eventual relationship of Russia toward Europe and of Ukraine towards Europe. Ideally, the dividing line should return to the status quo. Ja, waarmee hij in feite zei... dat je de situatie zoals het er nu was, dus de Donbass... in feite maar aan de Russen moet laten om een vrede te bewerkstelligen. Nou, Zelensky, de president van Oekraïne, heeft daar natuurlijk meteen gehakt van. Nou, hij zal zijn onderhandelingspositie moeten beschermen. Dus hij zal zeker niet a priori zeggen, ja, dat gaan we allemaal weggeven. Maar dat het daar in die richting zal gaan, dat lijkt mij nogal vrij voor de hand liggend. Ja, maar dat denken ik wil ze in niet herinneren aan mijn woorden hier, die het uiteindelijk niet goed afliepen, maar... Nee. Dat durf je wel aan, hè? Dat het uiteindelijk om de Donbass draait, dat is wel vrij duidelijk, ja. Maar waarom was dit zo'n hoogtepunt daar? Even los van het feit dat dit natuurlijk ook een historisch iconische figuur is. Omdat het moment was, vond ik heel bijzonder. Omdat die beste man dus 99 werd. Omdat hij heeft aan oorsprong gestaan tussen de verhouding tussen de VS en China. Ja. Dus de VS en Rusland. Ja. En hij heeft een historisch perspectief wat heel weinig huidige leiders hebben. Ja. En wat ik zo prettig vond aan hem, en je kan het met hem eens zijn of oneens zijn, dat maakt mij even niet uit. Ja. Maar wat ik zo prettig vond aan hem, is dat hij een van de weinig mensen is die door de ogen van de ander naar de huidige situatie kan kijken. En ik vind, wat er ook gebeurt met die grens, wel niet, whatever, uiteindelijk moeten we bij elkaar komen door diplomatie. En ik snap dus niet dat we nu na zoveel slachtoffers, na zoveel doden, na zoveel misère, dat er nog niemand is opgestaan, niet binnen Nederland, niet buiten Nederland, die zegt, jongens, en nou is het genoeg. En nou gaan we tot een oplossing komen samen. Nou, dat zou in godsnaam moeten zijn. Dit conflict gaat door tot beide partijen een situatie hebben bereikt waarin ze denken dat het verder niet beter kan dan het is. En dan zal er ongetwijfeld gesproken worden. Ja. En dan komt ongetwijfeld eruit wat hij hier zegt, namelijk dat de ouderwetse positie in de Donbass uiteindelijk gecontinueerd wordt. Ja. Hij dan zegt dan eigenlijk geen van beide kanten mee gaat winnen. Onlangs, dames en heren, overleed Sis van Rossum, de kunsthistorica, werd 77 jaar en overleed naar een ongelukkig geval in haar woning. Sis, eigenlijk heette ze Mary,
stond bekend om haar directe en tegendraadse karakter. We kunnen beginnen, jongens. Ja, ja. Helemaal goed. Toppie. Toppie, kunnen we beginnen? Oh, Toppie. Dat vind ik ook zo erg. Nou, ik wil er nog wel iets over zeggen. Nou, niet te lang, want we hebben het al 10. Ik sta hier heel tevreden. Ik niet. Ik heb hier een hele nuttige functie, doordat ik met mijn corpulentie... Ja, sinds beschermd tegen een longontsteking. Ja. Merci. Ja, Maarten. Zaterdag wordt dus de laatste en tevens nieuwe uitzending van dit programma uitgezonden. Ja. Hoe ga je daar naar kijken? Ga je daar überhaupt naar kijken? Ja, ik was wel van plan om te kijken, ja. Ik heb namelijk al gekeken, omdat de montage werd mij toegestuurd vanochtend. Dus ik heb even gekeken. Het is een vrij routineuze aflevering van dit programma, wat per slotverrekening al 8 jaar bestond. Maar het is natuurlijk wel gek dat je Sis aan het werk ziet, terwijl je weet dat het de laatste keer is en dat ze er niet meer is. Nou hebben we al een heleboel hele gekke scènes gehad in Deventer, waar ze in die crypte verdwenen. En dat ze zei van, ik hoop jullie terug te zien in de hemel. En wij roepen zoiets van, dat zal wel lukken. Zo. Dat zijn allemaal van die dingen die je zegt als je nog in het land der levenden bent. Wat betekenen zij voor jou eigenlijk? Nou, mijn zuster is het beste karakteriseren als een lastige tweelingzuster. Want karakterologisch hebben wij wel sterke overeenkomsten. Zonder meer. Zij was iets meer van het schelden dan ik ben. En was er ook veel talentvoller in, moet ik zeggen. Zeker achter het stuur. Dat was een vrij unieke ervaring. Vanaf het moment dat de motor liep tot die gestopt werd, was het één lange, lange stroom van verwensingen in de richting van de medeweggebruikers die zonder uitzondering bestonden uit agressieve randebielen. Nou is dat een beetje een term van mij, maar ze had zelf weer een heel eigen repertoire op dit punt. Maar ze kon ook heel lastig zijn. Ja, zoals in die serie regelmatig gebleken is. En natuurlijk tot onze stomme verwondering was het nou juist de frictie die in het programma bleek te zitten. Ja. Voornamelijk als gevolg van haar werkzaamheden op dat punt. Ja. Die iedereen ontzettend leuk vond. Nou, zijn jullie ook wel een stel samen, zou ik maar zeggen. En zij was inderdaad soms tamelijk opvliegend, ook naar jou. Laten we even kijken. Oh, daar komt ze aan, hè? Komt er nog wat van? Ja, joh. Ja. We willen beginnen, Maarten. We staan al 10 minuten te wachten. Ik weet niet of jullie het in de gaten hebben. Nee, we zijn begonnen. Ja. Waarom vindt Sis lesgeven leuk? Omdat ze diep nee, in haar ziel... Nee, want ik preek niks. Een amateurdominee studenten. Er is een verschil tussen preken en gewoon uitleggen hoe dingen in elkaar zitten. Ik was nog helemaal niet klaar met Oh, jeetje. Ja, nee. Leentje ja, ben ik klaar. Horizontaal is dat voor het vrouwelijke. De verticale voor het man. Wat nog erg. Ja, naar de SRV. Omdat je totaal niet ziet... Dat het hele verschijnsel weer terug is. Sorry, maak het af, fijn dank. Ik hou ermee op. Doe groeten, ik doe het niet meer. Op dat stoeltje zetten. Jij moet op dat stoeltje. Ja, jij luistert niet. Jij kan er niet op, ik wel. Tot ziens, hè. Misschien zie ik jullie in het hiernamaals. Ja, want wij komen niet naar beneden. Nee? Nee. Dan doe ik het wel alleen. Het gewoon, dat ben jij gewoon. Ja, de overeenkomsten zijn aanzienlijk. We schelen natuurlijk ook hartstikke weinig. Ja. Nog geen 1,5 jaar. Dus ik weet niet, misschien lagen de genen nog zo'n beetje in dezelfde volgorde. Ja. Hadden jullie vaak ruzie? Of hadden jullie wel eens ruzie? We hadden nooit ruzie. Nee? Nee, de enige momenten van frictie die ik met mijn zuster ooit heb gehad, hebben ze in deze serie afgespeeld. Omdat ze tot mijn stomme verwondering, wat ik totaal niet verwacht had, een excellente prima donna weggaf. Hè. Ze was er echt een meester in, ook in het... Als wij aan het woord waren om dan de camera af te leiden van die praatjes die wij te verkopen hadden, dan hadden ze allerlei strategieën. Ze gingen ineens naar de wc, het was warm, het waait hier. Of ze denkt met dat met dat zakdoekje in de neus en zo zat. Ja, ik was er. Ik heb ook mijn best gedaan om dat te proberen te begrijpen. En ik zag tenslotte het als een emancipator project van haar. Ja. Want zij zei zeker 1 keer per dag, in ieder geval minimaal 3 keer per week, zei ze, ja, ik was maar een meisje, ook op deze toon, op een bittere toon. Ik was maar een meisje. En eerst dacht ik nog wel een wezenloos gelul. Ja, je bent een meisje, maar kijk, het is toch verder heel redelijk met je afgelopen. Maar toen ik er eenmaal over nadacht en we het daarover over hadden, want we hadden altijd heel gezellige gesprekken 's avonds. Ik moet erbij zeggen, zodra de camera ophield met lopen, dan was alles koek en ei. Liep de camera, dan was er sprake van een licht competitieve sfeer. Je zag ook heel interessant dat ze ongeduldig wordt als wij niet meteen
bij de les waren. Ja. En dat ze vervolgens zelf in een tas staat te rommelen en totaal niet in de gaten hadden dat wij begonnen waren. Dat was een vrij Maar klopt het dat jullie het alle drie het liefst alleen hadden gepresenteerd? Ja, wij hebben regelmatig ook in elkaar gezet. Dit zou een veel beter programma zijn. Door één van de drie zou worden gepresenteerd. Waarom zijn jullie met elkaar dit gaan doen? Wat is de basis? Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ik zat met mijn broer, die was net hoogleraar geworden in Amsterdam, zaten we bij De Wereld Draait Door. En De Wereld Draait Door had zo'n projectje georganiseerd, want dat was een programma waarbij altijd alles uit de hand liep. Het projectje kwam helemaal niet aan de orde en iedereen begon erg te lachen omdat wij dezelfde manier van praten hebben. En toen zei ik, weet niet, ik geloof die kleine rakker met die pruik, hoe heet die ook alweer? Mark-Marie Huijbrecht, ja, sorry. Kleine rakker met die pruik. Die zei van, zijn er nog meer? En toen zei je van, ja, we hebben een zuster die nog twee keer zo ergens is of wij samen. En toen werd ik, toen dat dit afgelopen was, dat programmaatje bij De Wereld Draait Door, werd ik zeker door twee omroepen gebeld of wij een komische show wilden doen. Een komische show? Ja. En nu kan ik je garanderen dat het ergste wat er op de televisie is, is georganiseerde komische gebeurtenissen. Dat moet je nooit doen. Ik heb altijd gedacht, waarom mislukt alles van John de Mol? Omdat het inhoudelijk totaal oninteressant is. Ja. Iets moet inhoudelijk een zeker gewicht hebben. Ja, en een beetje karakter hebben. Kijk, als je kijkt naar deze foto, het is ook wel een gezelschap bij elkaar, Maarten. Hè? Ja, dit is niet de meest flatteuze foto die van mijn zuster die ik ooit gezien heb. Maar alleen, we waren oud, we zijn oud. Klopt het dat jij eigenlijk als enige bij haar over de vloer kwam? Omdat jij accepteerde dat ze geen zin had om te praten en gewoon in een boek ging lezen? Nee, dat zou ik niet zeggen. Ten eerste lult haar partner als een trein. Dat is nog wel iets erger dan ik, zou ik zeggen. Dus we hadden heel wat te bespreken. En we deden, hoe heet het, vieringen. Sinterklaas en oud en nieuw. Ik ben erg van de vieringen van de klassieke feesten. Dat vond zij dan ook maar zo allemaal. Maar toch eigenlijk wel leuk. En daar komen we natuurlijk aan een ander punt. Dat moet ook wel even besproken worden. Dat zei eigenlijk elke keer weer, een klote programma is dit toch. Wel een oppervlakkig gelul. Ik schaam me diep voor mijn collega's. Dat is echt wat een rotzooi. TV, wat een hopeloze wereld is dat. Dat gelul over die loopjes. Nou, dat hebben jullie ook gemeen. Ja. Maar daarmee was het wel heel erg toegankelijk voor een heleboel mensen. Dat heb ik haar vaak genoeg proberen uit te leggen. TV is een massamedium. Hè. Kijk nou weer naar de kijkcijfers. Dan zie je dat er met uitgesteld kijken steeds een miljoen mensen kijken. En dat je kunt best 3,5 uur aan een Alta-stuk besteden. Dat is helemaal geen probleem. En dat wordt hartstikke interessant. Alleen heb je dan alleen nog de geharde VPRO-kijker over. En zelfs die is waarschijnlijk naar de wc vertrokken. Dus je moet wel realistisch zijn. Ja. Maar zij voelden het als oppervlakkig. Maar, en daar komt natuurlijk de maar, zij leed heel erg aan de ziekte. Het kan me allemaal niks schelen. Als het morgen afgelopen is, mij best. Maar uiteindelijk is ze dus in huis gevallen, heb ik begrepen. Ja, mijn zuster had een waardeloze gezondheid. Je zult morgenavond zien dat ze wel hadden besloten dat ze wel in een rolstoel in beeld mocht. Ze had COPD. Te laat met roken opgehouden. En tenslotte valt ze in de eigen keuken. En wist jij dat er per dag in Nederland 15 mensen in hun eigen huis overlijden aan een val? Ik heb bij de slimste mensen nog eens verteld dat er ergens tussen de 3.000 en 4.000 mensen thuis dodelijk verongelukken. En dat 6 maal, misschien wel 7 maal het aantal verkeersdoden is. Twee verkeersdoden per dag. En 13. De trap is een van de meest magistrale killers die de mens heeft uitgevonden. Ja. Daar is zelfs wel eens een boek over geschreven. Ja. De trap als killer. Ja, raar dat dus daar niet al meer over gedaan wordt aan preventie. Want ik denk dat een heleboel mensen dat helemaal niet weten. Ja, maar dat komt wel een heel interessant punt natuurlijk. Dat er toch in onze samenleving, ook bijvoorbeeld in het OV, we hadden het er even over, volstrekt onvoldoende rekening wordt gehouden met bejaarden. En mensen die slecht de been zijn en die onzeker zijn. En natuurlijk niet meer de mobiliteit hebben van jonge mensen. Ik kijk vaak naar zo'n jong iemand die een trap afkomt in één vloeiende beweging. Dan denk ik, Jezus, nog wat toe. Dat was een tijd dat ik dat ook kon, hoewel dat bij mij niet helemaal zeker is. En moet je zien hoe ik aan u afga. En dat was dat goed. Maar elke keer besloten we, het kan nog wel een jaartje. En dit zagen wij natuurlijk, want ze is tenslotte gevallen en in coma geraakt als gevolg van een hersenbloeding. En dat had dus eigenlijk niks te maken met haar zwakke gezondheid. Nee. Kijk nou nog even naar deze foto. Prachtig, vrouw. Ja, leek op die. Ja.
Daar zie je wat een mens, de ouderdom, doet met een mens. Heb je afscheid van haar kunnen nemen? Nee, nou ja, ze lag in coma. Ja. Ze lag zwaar te halen, maar ze kreeg een enorme hoeveelheid zuurstof... wat al opduidde dat het niet geweldig goed ging. Nou, wat voelde ik daarvan? Ja, je zit daar maar een beetje voor Piet Snot natuurlijk. Ik vond dat haar oor, ze lag op haar zij... ik vond dat haar oor nog zo'n jonge indruk maakte. Ik denk, verrek, dat oor, dat kan nog wel een paar decennia mee. Maar dat is er dus niet van gekomen. Nee. Hmm. Het is allemaal te zien zaterdagavond dus. In iets wat eigenlijk volgend jaar zou worden uitgezonden, een nieuwe serie. Ja. Maar nu naar voren is gehaald vanwege haar opleiding. In Zierikzee, dat is de enige die we gedaan hadden. Ja, met die toren. Ja. Ja. Te zien dus, zaterdagavond, Drossums in Zierikzee. Om 21:50, geloof ik, hè? Tien over half negen bij de NTO op NPO 2. Jij en je broer? Ja, goede vraag. Ja, wij hopen wel door te gaan. De NTR wil dat graag. Maar de NPO moet nog beslissen. En je weet dat het een kan nog even duren. Gecompliceerde gang van zaken zou kunnen zijn... voordat dat besluit bekend is. Maar wij hopen wel door te gaan, maar toch wel op een enigszins aangepaste manier. Dus bij sinds haar afwezigheid moet het programma er net wat anders uitzien... naar ons gevoel. Omdat zij iets bijdroeg wat wij niet met z'n tweeën kunnen leveren. Ja. Nou goed, dat horen we dan binnenkort later. Mijn broer, omdat mijn zuster toen ook al in het ziekenhuis lag... hebben wij broeders in Berlijn gedaan vanwege 30 jaar val van de muur. Jij wil door in elk geval. Ja, ik heb mijn broer natuurlijk wel gevraagd of hij ook door wil. Ja, hij is ook een kneus, gezondheidstechnisch, dus ik ook. Dank voor jullie komst allemaal. Dank je wel. En voor het delen van dit was Opeen voor vanavond. Morgen zit hier Welmoed en Jort. Slaap lekker tot morgen.